Drugslabs of wietschuren? We kijken er niet meer van op in Brabant. De onderzoekers vroegen aan 11.000 jongeren of ze drugs normaal vinden. En wat blijkt? 79% vindt hash of wiet normaal. Bij ecstasy is dat 53%. 40% kijkt niet op van LSD of paddo's. En 35% vindt lachgas normaal. Iets gewoon vinden is wat anders dan het daadwerkelijk gebruiken, maar de onderzoekers maken zich zorgen. Als ze het normaal vinden, zullen ze zelf ook eerder geneigd zijn om te gaan gebruiken. Ook in Den Bosch zien veel jongeren drugs gebruiken om zich heen. Ecstasy soms en gewoon andere drugs, ook wel blowen. Veel, dat hoor ik eigenlijk het meest. Dat zijn er wel heel veel op een festival of MDMA. Maar ja, eigenlijk bijna iedereen wel. Die naar een festival gaat. Er wordt normaal over gedaan, maar ik zelf, nee, ik vind het eigenlijk niet zo heel normaal. Onderzoekers en gemeenten zijn geschrokken van de cijfers. Daarom komt er een nieuwe campagne die drugs minder normaal moet maken. Eind dit jaar gaat die van start. We gaan kijken of we via social media een campagne kunnen opzetten. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat moeten we nog, de precieze invulling moeten we nog even kijken. Ja, maar er moet iets gebeuren. Er moet zeker iets gebeuren. En ja, er valt nog wat te verbeteren. Ja, nou, ik zal het zelf nooit gebruiken. Nee, sorry.